We zijn hier in het Museon in Den Haag. Mijn naam is Bert Morsbergen, ik ben directeur van het Museon. En u ziet achter mij een mooi affiche hangen. Dat is het affiche van de tentoonstelling Wildlife Photographer of the Year 2007. Dat is een tentoonstelling waar u fantastisch mooie natuurfoto's kunt zien. Dat zijn de mooiste natuurfoto's die in 2007 zijn gemaakt op de wereld. Dat is een project dat doen wij samen met het Natural History Museum in Londen. Daar is de tentoonstelling een week geleden open gegaan. En nu in het museum. De beste foto's die geselecteerd zijn, die u ziet hem hier. Ja, de foto die u hier ziet, is gemaakt door Ben Osborne. Die komt uit Groot-Brittannië. En deze foto is gemaakt in Botswana. En hij heeft het genoemd Elephant Creation. Het is een olifant die zich aan het onderdompelen is, als het ware. En de jury die schrijft dat ze deze foto zo fantastisch vonden vanwege het licht en de structuur die erin zit. En het is ook heel bijzonder. Er gaat een kracht vanuit die indrukwekkend is. En we weten allemaal dat olifanten indrukwekkend zijn. U vraagt zich misschien af, waarom doen we dat hier in het museum? Nou, in de eerste plaats natuurlijk omdat het prachtige foto's zijn, maar het gaat over de natuur. En wij hebben prachtige tentoonstellingen over de natuur. We hebben veel techniek in het museum. Fotografie, dat is zo'n techniek. En als je naar deze foto's kijkt, dan besef je ook hoe prachtig die natuur is en hoe voorzichtig we daarmee moeten zijn. U weet, er komen in het museum heel veel schoolkinderen. En dat besef willen we bijbrengen. Wees voorzichtig met de natuur. Hij is zo mooi. Heb respect voor de natuur. De foto die je hier ziet, dat zijn drie aapjes die gefotografeerd zijn in het oerwoud in Costa Rica. Die foto is gemaakt door een jongen die heet Patrick Corning. En die komt toevallig ook uit Groot-Brittannië. In het verleden kwamen de fotografen die een prijs wonnen uit de hele wereld. Maar dit is toevallig dan een jongen. Heel jong, met zijn ouders op vakantie geweest. Prachtig zo'n moment vastgelegd. Prachtige compositie. Mooi licht. Tien jaar. Fantastisch als je zo al foto's kunt maken. En dat niet alleen. In een museum zie je mooie dingen. Het gaat ook om een soort schoonheidsbeleving. En dat kun je ook aan deze tentoonstelling afzien. Ja, als het aan mij ligt, dan kan ik u alleen maar oproepen om deze tentoonstelling te komen bekijken. Prachtig. Uniek in Nederland. Uniek in de wereld. Heel mooi om te zien. En u steekt er ook nog een keer het een en ander van op. Ja, er zijn verschillende categorieën die je kunt bekijken. En dit is een categorie die gaat over planten. En deze opname is gemaakt in Brazilië. Dat zijn waterlelies. En de fotograaf die dit gemaakt heeft, die zegt van ja, ik was zo onder de indruk van het licht en van de structuur van die waterlelies, dat ik kon er geen genoeg van krijgen. En uiteindelijk vond ik dit de mooiste opname die ik kon maken. Hij is inderdaad prachtig qua kleur en qua ritme. Deze foto die is gemaakt in de Hudson Bay, Noord-Canada. Ik vind deze foto heel erg mooi vanwege het ritme van die ijsschotsen. En de drie ijsberen die je daar achter elkaar ziet lopen. Maar eigenlijk staat deze foto ook voor meer. En we weten allemaal dat de aarde opwarmt. En met name in de poolgebieden, daar verdwijnt steeds meer ijs. Dat betekent dat deze beren dus steeds meer moeite hebben om van de ene plek naar de andere te komen. Ja, de ijsberen die hebben het moeilijk op dit moment. U begrijpt dat wij dus aan de hand van zo'n foto ook het een en ander vertellen over klimaatverandering op aarde en wat wij mensen daaraan kunnen doen.
ziet hier een prachtige bruine beer. Helemaal in het oosten van Siberië eigenlijk. In het schiereiland Kamtschatka. En hier was een Russische fotograaf bezig om zalmen eigenlijk te fotograferen. En hij was daarmee bezig. En hij schrok enorm, want naast hem dook een enorme bruine beer op. En wat heeft hij gedaan in een reflex? Hij heeft in een reflex deze bruine beer gefotografeerd. En u snapt waarom deze beer in de prijzen is gevallen. Ik ben blij dat ik niet in zijn schoenen heb gestaan. Maar ik kan het navertellen en heeft deze prachtige foto gemaakt. Ja, hier ziet u een opname van een Nederlandse natuurfotograaf die in de prijzen is gevallen. Dat is Jan Vermeer. Dat is trouwens iemand die ook vorig jaar een prijs heeft gewonnen. En ook het jaar daarvoor. Dus het is een hele goede fotograaf, een hele goede natuurfotograaf. U zult hem ongetwijfeld tegengekomen zijn in allerlei fotoboeken. Maar ook in kranten en tijdschriften, daar worden zijn foto's opgenomen. En als u deze opname ziet die hij gemaakt heeft in Noord-Japan van een aantal zwanen, dan ziet u hoe prachtig dat gedaan is. Dat licht van het sneeuw en die zwanen daar op de voorgrond en die houding van die zwanen. Het moment waarop dat vastgelegd is, zo'n zwaan die nog uit het beeld vliegt. Ook qua compositie is het eigenlijk iets heel bijzonders. Ja, dit jaar alleen maar Jan Vermeer op deze tentoonstelling te zien als Nederlandse fotograaf. In het verleden heeft zelfs een van de Nederlandse fotografen deze prijs gewonnen. Deze Wildlife Photographer of the Year prijs. Dat was Frans Lanting. Die ook voor National Geographic prachtige opnames maakt. En ook de onderwaterfotograaf Willem Kolfort. Die heeft prijzen gewonnen. Om er maar eens een paar te noemen. Maar ja, dit jaar alleen Jan Vermeer. Onder andere met deze foto. Er is nog een andere foto te zien van pinguïns. Maar ja, dit is echt de mooiste. U ziet hier een ransuil. Die is gefotografeerd in Frankrijk. De fotograaf zegt van, en ik liep daar tussen bessenstruiken. En toen plotseling keek deze uil. En wat ik zo bijzonder vind achteraf is dat die kleur van die bessen en die ogen, dat die zo bij elkaar passen. Maar ieder veertje is ook te zien op deze foto. En je ziet eigenlijk hoe prachtig zo'n ransuil eruit ziet. Het was toch een toeval, want deze beest die laat zich vooral 's nachts zien en niet overdag. Hij betrapte ze en daarom heeft hij deze schitterende opname kunnen maken. En dat valt onder het thema dierportretten. De foto die u hier ziet, die zit in de categorie landschappen. En deze foto is gemaakt uit de lucht in Noord-Australië. Luchtfotografie komt tegenwoordig steeds meer in. En laat eigenlijk zien hoe prachtig die aarde is, omdat je het totaal kunt overzien. En hier ziet u moerassen. En door die moerassen heen, daar stroomt een rivier. Ja, als u dat ziet, die kleuren en de vormen, dan is dat een prachtig ritme. Noord-Australië, ja, ook dat gebied dat staat onder druk, hoewel daar veel minder mensen wonen dan hier. Maar toch moet daar ook al natuurbescherming gedaan worden. Ook Nederlandse organisaties houden zich daarmee bezig. Ja, als je dit ziet, dan zeg je toch, wees voorzichtig met die aarde. Wat u hier ziet is een berberaapje. En nou denkt u misschien dat hij heel ver weg moet. Maar nee, deze berberaap die is gefotografeerd op de rots van Gibraltar, zuiden van Spanje. En deze aap is gefotografeerd door een 17-jarige
jongen die daar woont. En die komt er iedere dag langs. Houdt van fotograferen. En heeft deze aap fantastisch vastgelegd met heel mooi licht. Berberaapjes, die komen natuurlijk in Europa helemaal niet voor. Alleen maar op Gibraltar. Er zijn een paar kolonies. Zo'n 230 apen, die leven daar. Ja, ook die plek die vraagt om bescherming. En de apen daar, die leven in aardige symbiose met de mensen die op Gibraltar wonen. Deze foto komt uit België en is gemaakt door Philippe Toussaint. En u ziet daar vlinders in een prachtig boeket eigenlijk zich aan u manifesteren. Ja, ik heb u nu maar een aantal foto's laten zien. Maar er zijn er nog veel meer. Op al die foto's kunt u van alles ontdekken. Er is ook uitleg bij. Ja, deze tentoonstelling duurt tot en met 9 maart. En tot zolang kunt u genieten van de prachtige natuur die op deze aarde te zien is.